Welkom bij het webinar Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Dit is een webinar voor mensen die nieuwsgierig zijn naar otters en helemaal bijgepraat willen worden over de otter in Nederland en België. En daarvoor hoef je nog niet zoveel van otters te weten. Ik zie in de Menti dat jullie uit heel Nederland en België komen en zelfs ook uit Westerbotten. Ik weet niet waar dat ligt, maar heel erg welkom. Ik ben Ellen van Norren, projectleider van de Zoogdiervereniging en bestuurslid van Calutra, de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Dan kunnen we nu de slides sharen. Dit webinar wordt georganiseerd in het jaar van de otter. In de otterfilm van Hilco Jansma, die we allemaal gezien hebben, hebben we allemaal dus gezien dat de otter was verdwenen in Nederland en België. En dat deze unieke koning van de waternatuur weer terugkomt. We gaan zo even kijken naar de trailer van de film, om nog eventjes in de stemming te komen. En de otter is in Noordoost-Nederland met succes teruggebracht en duikt nu ook op in andere plekken in Nederland en België. Dit is geweldig hoopvol nieuws. Het heeft blijkbaar zin om je in te zetten voor bescherming. David Attenborough doet een oproep aan ons in die andere film die je gezien moet hebben. Alive on our planet. Er is een biodiversiteitscrisis aan de gang. Een groot deel van de wilde natuur is al verdwenen. En de boodschap van Sir David is, we have to rewild the world. En met de terugkeer van de otter laten wij zien dat dat mogelijk is. Om dit grote positieve nieuws te brengen hebben we 2021 in Nederland en België uitgeroepen tot jaar van de otter. Ook willen we met het jaar van de otter aangeven dat de otterpopulatie nog steeds kwetsbaar is. Omdat elk jaar een kwart tot een derde van alle otters wordt doodgereden. En het leefgebied nog uitgebreid moet worden voor een gezonde otterpopulatie. In het jaar van de otter willen we zoveel mogelijk mensen het verhaal van de otter laten horen. De Zoogdiervereniging is een vereniging en je kan ons steunen door lid te worden op zoogdiervereniging.nl. We gaan nu de presentatie delen. Dus we gaan over van de Menti naar de... Heel goed. Het webinar is een initiatief van Nederlandse en Belgische organisaties, namelijk van Calutra, de Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging, WWF België, Natuurpunt en ANB, Agentschap Natuur en Bos. Er is veel over de otter te vertellen. Onze sprekers vandaag zijn Huug Jansman en Céline de Caluwe. Van harte welkom. Huug, jij bent van Wageningen Research en je bent vanaf het begin betrokken bij de herintroductie. Welkom. En Céline, jij bent van WWF België. Jullie zien de otter terugkomen in België en jullie vragen daar aandacht voor. Fijn dat jullie dit webinar willen verzorgen. Nou, Huug en Céline nemen jullie mee in de wereld van de otter. Doe mee en stel je vragen in de chat. Die zoveel mogelijk direct beantwoord worden of worden voorgelegd aan de sprekers. En de vragen die niet worden beantwoord, die zullen we na het webinar beantwoorden op jaarvandeotter.nl. Volgende slide. We willen graag van jullie alles weten over de otter, Huug en Céline. Hoe hij leeft, waarom hij niet zomaar een otter te zien krijgt. Hoe het kan dat hij weer terug is nadat hij verdween. Wat er zo belangrijk is aan een otter, dat we hem terug wilden hebben in Nederland. Waar komt hij weer voor in Nederland en België? En natuurlijk de belangrijkste conclusie, gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Ik noemde de film van Hilco Jansma al even. Ik zou graag, voordat we naar de sprekers gaan, even in de stemming komen door de trailer van 1 minuut van de film en met z'n allen te bekijken. Nederland. Ons land is een waterland, met een grote diversiteit aan natte natuur. Van oudsher vertegenwoordigd door een ambassadeur.
die helaas vlak voor de eeuwwisseling uitstierf. Maar de legende keert terug. De otter. Hij maakt weer deel uit van ons zoet water. En staat symbool voor het herstel van onze natuur. Waarom verdween de otter? En hoe weet hij ons land weer te heroveren? Verdween de otter en hoe weet hij ons land weer te heroveren? Huug en Celine, vertel ons alles over de otter. En als je een vraag hebt, stel deze in de chat. Goedemiddag allemaal. Als eerste wil ik graag de Zoogdiervereniging en WWF België van harte bedanken voor de uitnodiging om namens Wageningen Research hier iets te mogen vertellen over de otter. Zoals Ellen net al zei bij de introductie, wij zijn al vanaf het eerste uur, eigenlijk al vanaf het uitsterffase en hoe gaan we dan eventueel de otter weer terugbrengen naar Nederland, betrokken bij het project. En samen met Celine wil ik jullie door het verhaal van de otter meenemen. De inhoud staat hier al op het scherm, al even genoemd door Ellen. Maar het leukste is denk ik om even te beginnen met de soort zelf uiteraard, want die spreekt wat mij betreft wel heel erg tot de verbeelding. De otter, de Europees-Aziatische otter, er zijn heel veel ottersoorten op de wereld, maar dit is degene die in onze contraille voorkomt. En ja, die hebben we dus eind jaren 80 doen uitsterven in onze omgeving door allerlei oorzaken waar we zo op terugkomen. Maar dit is een van de marterachtigen, familie van de marters, Wezel, Hermelijn, Bunzing, Boomarter, Steenmarter en Das, die we dus in ons land tegen kunnen komen. En dit is de enige die volledig zijn leven heeft aangepast aan het leven in en rond het water. Daarnaast natuurlijk ook wel de Europese en Amerikaanse nerts, de Europese nerts ook uitgestorven bij ons. Amerikaanse nerts ontsnapt nog wel eens uit pelthouderijen, maar sinds ze ook nog eens last van corona hebben, die Amerikaanse nertsen, is het daar heel snel mee afgelopen. Dus zal het daarmee klaar zijn en vermoed ik dat we binnenkort alleen nog maar otters en af en toe bunzingen langs het water zullen zien. De soort heeft in tegenstelling tot andere marters zwemvliezen tussen de poten. En een van de mooiste kenmerken is wel dat hij zijn vacht zodanig heeft geregeld dat hij in spikes uitloopt, in die prachtige punten die dus heel mooi het vocht laten afvloeien van het dier. Hier zien we hem met een droge vacht, dan ziet dat er dus heel anders uit. Er zijn wetenschappers geweest die ooit heel veel tijd hadden en hebben vastgesteld dat er 50.000 haren per vierkante centimeter op een otter zitten. En ja, we hebben eigenlijk twee soorten waterzoogdieren. De ene is het type zeehond, die heeft misschien wel 10, 15 centimeter blubber spek onder huis, waardoor die warm blijft. Die otter niet, die moet het echt hebben van zijn vacht. En daar houdt hij lucht in vast. Maar daarnaast moet hij heel veel eten om warm te blijven. En daar komen we zo meteen op. Dit is de soort in het water. En wat je dan ziet is dat hij prachtig mooi oor, oog en neus in een driehoekje plat op het hoofd heeft liggen. En daarmee zou hij dus redelijk onzichtbaar in het water kunnen blijven. In de meeste gevallen zie je eigenlijk wel dat toch de hele rug en ook de brede staart, niet zo'n platte staart als we van de bever kennen, maar toch wel een staart die flink wat spiermassa heeft en ook actief benut wordt om als roer onder water te kunnen manoeuvreren, hoe die gebruikt in het systeem. Nou, even wat andere zoogdieren erbij ter vergelijking. Dit is een steenmarter, dit is een das. En van een das zeggen we altijd dat dat het zwaarste landroofdier van Nederland was. Maar je ziet dus dat een otter, in dit geval een mannetje, en mannetjes zijn een flinke slag groter dan vrouwtjes. Vrouwtjes gaan naar de 8 à 9 kilo als ze volwassen zijn. Mannetjes kunnen wel 11 tot 13 kilo groot en zwaar worden. En je ziet hier dus een flinke otterman liggen. En dan zie je dus ook dat die otter veel groter is dan die das, maar hij is wel lichter. Een das is wat massiever. Een ander groot waterzoogdier wat we tegen kunnen komen is de bever. En daar ontstaat vaak verwarring over. Maar de bever is een knaagdier waar de otter echt een roofdier is. En dat zien we vooral aan het gebit. Scherpe hoektanden tegen die mooie beiteltanden van bevers.
En daarnaast heeft die bever dus de bekende afgeplatte staart, waarmee hij met alarm ook op het water kan slaan om aan te geven dat er een risico is. En dat heeft een otter dus helemaal niet. Nou, bevers zijn ook veel meer oevergebonden, die zijn echt kwetsbaar. Als er wolven zouden zijn, dan worden behoorlijk wat bevers gepakt op land. Een otter is behoorlijk mobiel, dus die kan nog wel redelijk uit de voeten. Hier zien we mijn collega Dennis Lammersma. Samen heb ik denk ik met hem al wel 105 otters gesneden die de afgelopen jaren zijn doodgereden sinds de herintroductie. En naast Dennis staat zijn dochter Meike, toen nog een jaar of 10, 11, 12. En je ziet dat die otter eigenlijk van hetzelfde formaat is als een jonge dame. Oftewel, het is echt een flinke knaap. En we hebben heel lang kunnen zeggen dat dit het grootste landroofdier van Nederland was. Maar inmiddels is die tijd ook verstreken, want de wolf is weer terug. Nou, otters leven dus net even iets anders dan de zoogdieren, roofdieren die op land leven. En het makkelijkste vergelijking is, als je zelf je nat laat regenen, nu met dit prachtige weer, dan voel je hoe snel je warmte verliest. Voor een otter geldt dat dus ook. En omdat hij geen speklaag heeft, het is geen zeehond of zeeleeuw, moet hij dus heel veel eten en moet hij zijn kachel dus flink hoog opstoken om warm te blijven. En dat noemen we met een moeilijk woord, dat zijn biologie, zijn fysiologie ligt wel 3 keer hoger dan bijvoorbeeld een vos of een wolf, om zijn kachel maar warm te houden. Nou, dat kost energie, dat snap je. En daarom eten otters eigenlijk alles wat ze in het water nu tegenkomen. En ongeveer is dat wel 10% van hun lichaamsgewicht. Stel je voor, ik weeg 85 kilo. Dat zou betekenen dat ik per dag 8,5 kilo zou moeten eten. Nou, voor een otter is dat ongeveer 1 kilo witvis per dag wat ze eten. Hier zien we in de figuur een oud plaatje uit de jaren 80 van wat otters toen aten. Nou, als er iets illustreert over natuur, dan is het wel de dynamiek. Hier zien we nog dat paling een belangrijke prooi is. Inmiddels is de paling een rode lijstsoort. En zien we dat bijvoorbeeld Amerikaanse rivierkreeften nu volop voorkomen in ons watersysteem. En is dat een belangrijke prooi geworden. Dat otters zoveel energie nodig hebben om warm te blijven, heeft ook consequenties voor hun voortplanting. Want voortplanting, het grootbrengen van jongen, het moedermelk afgeven aan jongen, dat is een energieverslindend proces. En je ziet dan ook dat otters daar veel meer moeite mee hebben dan andere marters, die probleemloos 3 tot 5 jongens soms grootbrengen. Daar is een otter een stuk trager. Hij is pas seksueel volwassen vanaf 1 jaar of 2 tot 3 oud. En dan krijgt hij ook nog eens gemiddeld 2, soms 3, vaak ook maar 1 jong per worp. En je snapt dus dat er heel weinig marge is qua reproductie voor die otter. Daar komen we later op in de lezing op terug. Nou, de motoriek van de otter, men wil graag altijd weten hoe snel gaat zo'n dier, wat kan die allemaal. En dan zijn het ongelooflijk speelse rakkers. Jullie hebben, zoals Ellen al zei, allemaal de film gezien van Hilco Jansma. En wat mij betreft is dat echt zo prachtig mooi om te zien hoe deze waterkunstenaars vol speelsheid, vol enthousiasme in hun water, maar ook op land tekeer kunnen gaan. En nogmaals, dat is dus een groot verschil. Die zeehond, die kan wel op land, maar daar waggelt hij een beetje. Die otter rent als het moet nog behoorlijk hard en kan dus ook verzwakte konijnen of zo op zijn dieet hebben. En die otter is dus ook ontzettend mobiel, dus hij kan probleemloos kilometers over land lopen. En dat is ook vaak wat we horen, een verwarring, want otters worden dus veel doodgereden op de weg. En dan horen we heel veel mensen zeggen, ja, maar ze doen toch alles zwemmen door het water. Nou, dat is dus niet helemaal waar. Otters kunnen probleemloos 5 tot 15 kilometer per nacht afleggen. En dat doen ze toch vooral lopend langs de oever. En als ze dan dus een weg tegenkomen, steken ze die vaak droog over met alle risico's van dien. We laten straks zien welke opties er zijn om te zorgen dat otters wel veilig langs het water kunnen lopen en dus geen verkeersrisico lopen. Ze kunnen ongeveer 1 minuut tot soms wel 4 minuten onder water en ook daarmee zijn ze dus echt topatleten. En je ziet hier als ze onder water zijn die luchtbellen die door de waterkracht uit de vacht worden geduwd. En dat kan dus bij de vroege ijsfase, dan zie je vaak bellenbanen in het ijs. Dat is toch wel een teken dat er wellicht otters in je systeem aanwezig zijn. Kortom, wees daar alert op. Céline, mag ik jou vragen over het terreingebruik? Ja, graag, dankjewel. Dat is alvast zeer boeiend. Ik ben al blij dat ik deelneem aan deze webinar.
Ja, de otter, Hugo heeft het al gezegd, de grootste carnivoor of hoofddier van ons land. Hij leeft dus ook op grote voet, hè, dus de territoria van otters zijn groot. Variëren van 1500 tot 2000 hectare of van 10 tot 14 kilometer oeverlengte. Of we nu spreken over hectares of oeverlengte, de grootte van hun territorium zal ook afhangen van de kwaliteit, dus eigenlijk van hoeveelheid vis of voedsel dat ze kunnen vinden. Bijvoorbeeld, wanneer we spreken meer over kilometer oeverlengte, dat is bijvoorbeeld in Wallonië, waar de otter typisch echt langs rivieren leeft, dat is echt heel lineaire habitats heeft. In Vlaanderen en in Nederland spreken we vaker ook over hectares. Dan kun je dat inbeelden als een gebied met eigenlijk zeer veel verschillende kilometer oeverlengtes gecondenseerd in één zone. Dus het gaat eigenlijk vooral over de hoeveelheid aan lineaire meters oevers dat ze hebben. En bij mannetjes en vrouwtjes gaat dat ook lichtjes variëren. Dus Hugo heeft dat daarnet ook gezegd. Mannetjes, otters zijn iets groter, eigenlijk wel een pak groter, tot een vierde groter dan vrouwtjes. Hebben dus grotere territoria. En een territoria of home range van één mannetje kan overlappen met dat van een aantal vrouwtjes. En die gaan er ook wel lichtjes anders uitzien. Bijvoorbeeld mannetjes gaan gemakkelijker ook in snel stromende rivieren voorkomen, terwijl de vrouwtjes eerder de rustigere plekken gaan opzoeken, zoals beekjes, grachten, vijvers of moerassen. En dat heeft ook mede te maken met dat zij natuurlijk de jongeren voortbrengen. En dus ook de jongen moeten leren zwemmen en leren vissen. En je kunt inmiddels voor zo'n klein otterjong iets gemakkelijker is in een traag water dan in een snelstromende rivier. Otters zijn solitaire dieren, dus ze dulden eigenlijk geen andere otters in hun gebied. Zeker mannetjes onder elkaar niet en vrouwtjes onder elkaar ook niet. Maar natuurlijk moeten af en toe mannetjes en vrouwtjes wel in contact komen, al was het maar voor de reproductie. Dus dat gebeurt wel. Dus je zult zelden eigenlijk verschillende otters samen zien. Een uitzondering is een moeder met haar jongen, ofwel in heel in tijden van grote schaarste, bijvoorbeeld langs wakken van ijs of zo, zult je bij een heel grote uitzondering misschien wel meerdere otters gaan samen zien. Goed, dus als je solitair leeft en je hebt een heel groot gebied en je wilt toch communiceren met andere individuen, moet je wel een manier vinden om dat op een slimme manier te kunnen doen. En een belangrijke manier van hoe dat otters communiceren is eigenlijk via hun uitwerpselen. Dus we gaan goed een focus doen vandaag op de uitwerpselen van de otter. Yep. Dat ziet er ongeveer zo uit. Nu, het markeergedrag van otters is iets zeer interessants. Zij gaan op zeer strategische plaatsen hun uitwerpselen gaan deponeren. Dus uitwerpselen, bij de otter noemen we dat ook wel springs. En dus die zwarte puntjes op de tekening, dat zijn typische locaties waar je springs gaat vinden. Bijvoorbeeld langs een loopbruggetje of op een zeer prominente steen in de rivier. Langs een grote boomwortel, iets dat opvalt in het landschap, daar zal een otter bij voorkeur zijn springs achterlaten. En mannetjes zijn eerder geneigd om dat op een zeer prominente manier te doen. In sommige periodes gaan vrouwtjes het eigenlijk eerder subtiel houden. Zeker als ze met jongen zitten, gaan ze eigenlijk toch wel eerder zo subtiel mogelijk blijven om vooral de focus op hun jongen groot te brengen, te kunnen doen. En in de periode waarin we in België iets vaker springs vinden, of in het algemeen, vind je toch eerder springs in de winter. Dat is eigenlijk het voorplantingsseizoen, dus waarin dat er eigenlijk redelijk veel moet gecommuniceerd worden. En heel interessant is dat dus otters door te rieken aan de springs eigenlijk heel veel te weten komen over een ander individu. Ze kunnen eigenlijk zo te weten komen of het over een mannetje of een vrouwtjesotter gaat. En ze kunnen ongeveer de leeftijd inschatten. En ze kunnen ook inschatten of het eigenlijk tijd is om te paren of eigenlijk net niet. Dus er is heel veel informatie te achterhalen uit zulke uitwerpselen. En als we er even inzoomen, zo ziet een ottersprint eruit. Dus we hebben daarnet gezien dat otters
allerhande dieren eten, maar dus vooral een focus op vis en amfibieën en kreeften ook wel. Dus natuurlijk vind je in een otter springt visresten terug. Dus die graten zijn zeer zichtbaar. En dan wat de kleur betreft, die kan eigenlijk alle verschillende kleuren hebben. Dus natuurlijk afhankelijk van het voedsel. De foto rechts is een foto van in Spanje, waar dat er otters heel veel Amerikaanse rivieren hebben opgepeuzeld. Dus zagen die springt er gewoon knalrood uit. Maar die kunnen er ook gewoon zwart of grijzig uitzien. Eigenlijk de kleur kan zeer variabel zijn. En die zal ook wel een beetje eroderen met de tijd. Dus die wordt dan grijs en wit. Maar heel specifiek, om een springt te kunnen herkennen, is de geur. Dus eens dat je een ottersprint hebt geroken, zul je het nooit meer vergeten. Echte liefhebbers zullen zeggen dat het fantastisch goed riekt. Het riekt een beetje naar een mengeling, als ik het moet beschrijven, naar een mengeling van vis met muskus of honing. Dus dat is iets heel uniek. Ja. Voilà, dus sporen naar springt. Kan op verschillende manieren. Dus ofwel als mens moet je natuurlijk de geschikte plekjes gaan zoeken. En hier rechts op de foto zien we onze otter-specialist van Vlaanderen, Koen van den Bergen. Dat was een uitstapje in Kruibeken en we hadden een uitgedroogde springt gevonden. Maar dus om uitsluitsel te kunnen geven of het nu om een springt ging of niet, hebben we er een beetje water over gegoten. Nog een beetje ingekoterd en dan komt die geur eigenlijk terug vrij. Dus dat was eigenlijk een hele leuke vondst die dag. Als het ook eens anders kan, kun je ook een hond gebruiken. Dus de hond op de foto's links is Smokey. Smokey is een hond die specifiek opgeleid is geweest om otterspreins te herkennen. Is met succes ingezet geweest in Kruibeken. En we zijn daarmee ook al verschillende rivieren in Wallonië gaan aflopen. Voorlopig zonder succes, maar wie weet komt dat ook nog wel. Oké, een andere manier om eigenlijk in het landschap sporen van een otter te zien, is via vraatresten. Dus de foto rechts, het zijn vraatresten van Amerikaanse rivierkreeft. En de springs die ernaast liggen geven uitsluitend dat het om de otter gaat. De foto links is een restje van een Chinese wolhandskrab. Dat is een foto van in de Lessen in Wallonië. Nu, in dit geval kan het ook zeer goed om een wasbeer gaan. Dus wasbeer eet ook rivierkreeften en krabben en zo. Dus in Wallonië kun je altijd nog de vraag stellen, is het wasbeer of niet? In Nederland zijn er voorlopig nog geen wasberen in otterhabitat. Dus hopelijk kan dat zo blijven. Oeps, volgende slide. Blijft steken. Ik denk dat jij ons iets te vertellen hebt over ottersporen in de sneeuw. Ja, wat we hier zien is eigenlijk op links een foto uit de winter van 2002-2003. Dat was een moment dat we net een half jaar otters terug hadden gebracht, geherintroduceerd in Nederland. En dan moet je weten dat otters net als ijsvogels eigenlijk helemaal geen ijsliefhebbers zijn, want als alles dan dicht zit en ze kunnen niet bij onder water, bij hun voedsel, bij vis, ja, dan zijn ze heel kwetsbaar. Dus als wetenschappers maakten ons wel een beetje zorgen of die mogelijke Elfstedenwinter, die uiteindelijk niet doorging, maar wel voor heel veel ijs zorgde, wel goed uit zou pakken voor onze pril teruggebrachte otters. En toen we op een ochtend in Nationaal Park Werribe-Wieden deze loopsporen hier met vervolgens buikglijend over het ijs zagen, was dat voor mij wel een beeld van een otter die het goed naar de zin heeft en op een speelse manier nog van zijn leefgebied gebruik maakt. Dus dat was voor mij wel een positieve indicatie. En jullie kunnen de beelden ook terugzien bij Hilco Jansma, hoe mooi die otters dus, hoe super speels ze kunnen zijn en dus wat voor levensgenieten ze kunnen zijn.
Wat we ook zagen in zo'n strenge winter is dus dat otters dan dus plekken opzoeken waar nog open water is. En dat is dus bij gemalen, maar die liggen zelden in de natuur, maar aan de buitenranden, waar dus ook heel veel menselijke activiteit is. En ze dus ook kwetsbaar zijn voor verstoring. Maar hier bij zo'n gemaal is dan nog open water. En dan zie je dat een aantal otters daar naartoe trekt om nog bij tijd en wijle even een visje te pakken. Nou, en verder zijn het echte marters die de bekende vierhup galopsprong hebben. Dus vier poten bij elkaar, chop, 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 chop. Met die hoge rug, dus echt golvend door het terrein heen. En ja, dat is dus eigenlijk een prachtige manier waarop ze zich onderscheiden van bijvoorbeeld vossen of andere landroofdieren. Celine, weer voor jou. Ja, ottersporen in de modder. Blijkbaar iets dat wij gemakkelijker de kans toe krijgen in België dan in Nederland, is eigenlijk de brede modderstroken langs rivieren. En hier zie je goed de verschillende prenten, dus de voetafdrukken. Rechts een foto van een wasbeer, de achterpoot van een wasbeer, die op het eerste zicht sterk zou kunnen lijken op de prent van een otter, dat is een foto links. Maar die van een otter is ietsje meer uitgewaaierd. Eigenlijk de voortenen liggen in een perfecte halve cirkel. Steeds met de tenen in de vingers, aan de vingers, dus zonder onderbreking. En bij de wasbeer is het eigenlijk eerder rechthoekig dan vierkantig, de vorm, en wat meer langwerpig. Dus die tenen liggen iets meer op een rij en je ziet minder die halve cirkel. Dat is een handige indicatie voor als er Vlamingen onder ons binnenkort ottersporen gaan zoeken in Wallonië. Ja, nog een manier om te kunnen sporen of otters in een gebied zitten, is via de wissels of de opgangen. Wissels zijn ja, van die gangetjes dat verschillende dieren vaak gebruiken. Hè. Dus je ziet dat typisch ook bij dassenwissels. Maar in dit geval zijn het dus otterwissels, vaak van het land naar het water of tussen twee waters. Een gangetje dat ze gebruiken om van het ene water naar het andere water te gaan. En zo ontstaat er dus eigenlijk een soort looppad. Zeer handig is als er op dat looppadje sprains liggen. Dus altijd de moeite om te zoeken naar sprains op zo'n plekje. En de foto rechtsboven is het typische ottertunneltje in het gras. Dat is eigenlijk redelijk uniek aan de otter. Dus als je zou twijfelen of dat er een dier dat naar een waterloop gaat, een otter of een bever is, kan dit wel helpen. Een bever is eigenlijk veel groter, veel lomper en kan amper door zo'n tunneltje. Dus typisch dat opgehoopte gras in een tunneltje is een goede indicatie van potentiële aanwezigheid van otter. Ja, nog eventjes over het gebruik van wildkaamgas. Wat een zeer handige monitoringstool is tegenwoordig. We geven hier met plezier een paar tips mee voor als jullie zelf aan de slag zouden willen met camera van. Puntje 1 is natuurlijk vraag aan de eigenaar of dat je een camera mocht plaatsen. Dus dat is toch iets waar we steeds op hameren, het belang daarvan. Nu, los daarvan, als je ergens bent waar je dus mocht zijn en een camera mocht hangen, hang ze dan ongeveer op kniehoogte en naar een waterloop gericht. Als je kans wilt maken op otter, zorg ervoor dat ze lichtjes naar beneden gericht is. Dus vaak steken wij nog een paar stokjes of zo hier achter het bakje. Om zeker te zijn dat de kijkrichting klopt. In het ideale geval hang je natuurlijk een slot of zo. Dat hangt er een beetje vanaf waar dat je camera plaatst. En dan, als je geen 1000 beelden wilt hebben van bewegende vegetatie, kan het handig zijn om de vegetatie een beetje vrij te maken. Ook al moet je daarvoor soms door het water, het loont zeker de moeite. En als je dan geluk hebt, kun je filmpjes als deze nemen. Dit is een filmpje van aan de regio van Lokeren. Je ziet dat de otter heel angstig is geworden en wegloopt. En hier zie je ook dan de reden waarom dat hij plots wegliep. Komt er plots een dikke bever aangelopen. Dat is een goed bewijs dat otter en bever
dezelfde plaats kunnen wonen zonder enig probleem. Goed, dan zijn we aan het tweede hoofdstuk van vandaag beland, de geschiedenis en maatregelen. Daarvoor geef ik graag het woord terug aan Hug. Ja, dankjewel, Celine. Ik heb even de oude atlas van de Nederlandse zoogdieren erbij gehaald van mijn oud-collega, inmiddels al jaren met pensioen, Sim Broekhuizen, oud-prominent lid van de zoogdiervereniging, ook in Nederland. En als je dan naar die kaarten kijkt, dan zie je dat eigenlijk overal in Nederland historisch de otter voorkwam, met uitzondering van de Waddeneilanden, wat enigszins opmerkelijk is, want we kennen van de Schotse kust wel grotere zeeafstanden, die toch door otters vrijwel zeker op natuurlijke wijze zijn gekoloniseerd. Maar dan zie je vervolgens dat in de jaren 60 en vervolgens in de jaren 70, 80 steeds meer leefgebied verloren gaat door de otter. Nou, de redenen voor uitsterven zijn eigenlijk het bekende lijstje. Vernietiging en versnippering van het leefgebied, verkeer. Je kunt je voorstellen dat als het leefgebied kleiner wordt en je moet dus wegen oversteken om van A naar B te komen. Nogmaals, otters hebben grote gebieden nodig, zeker als de visdichtheid wat minder wordt. Ja, dan lopen ze daarbij enorme risico's. Dus deze factoren als versnippering en vernietiging van het leefgebied en verkeer hangen ook nog eens heel erg met elkaar samen. Visvuiken, ja, dat blijft natuurlijk een dingetje. Otters zijn geen vissen, dus ze moeten elke zoveel minuten naar boven om weer zuurstof te happen. En als er dan vuiken zijn met een grietje waar vis in gaat, waar die otter natuurlijk vanuit zijn jachtgedrag ook zelf gaat kijken of hij makkelijk bij het voedsel kan, ja, dan komt hij daar net als die vis niet meer uit en die verdrinkt dan dus. En dat kan dus een grote consequentie hebben voor de populatie. Nou, vervuiling, vooral historisch was dat een groot probleem. Ik denk dat we in de jaren 70 kunnen spreken dat onze rivieren in Europa vooral werden benut als open riool. Al het landbouwgif, al het industriegif vanuit Basel, Europa, kwam met de Maas, met de Rijn, onder andere naar de Delta Nederland en kwam dan met overstromingen op het land. Dat stapelde op in het achtergrondmilieu. Vissen aten daar weer van, die hadden het in hun lichaam. En die otter, die staat natuurlijk aan de top van de voedselpyramide, die eet die vis. En die eet dus, krijgt dus op die manier het meeste gif binnen. Ja, en dat is wel een risico gebleken, want we kwamen er in de jaren 70 achter dat otters steeds minder vruchtbaar werden door al dat gif. En daarnaast ook steeds vaker ziek. Nou, als je het dan al niet best hebt, dan kan dat een nekslag zijn. En dat is dus uiteindelijk ook gebleken. Eind jaren 80 is de otter in Nederland uitgestorven. Dan heb ik het nog helemaal niet over de bejaging. Dat was natuurlijk historisch ook wel een dingetje, maar nu veel minder. En daar zal Celine zometeen iets meer over vertellen. We hebben ook heel veel gedaan om het gebied weer geschikt te maken voor de otter. En dat kan heel makkelijk. Op het moment dat je otters verleidt om op veilige manieren wegen te passeren, waarbij ze dus niet op hetzelfde rijvlak komen als waar auto's komen, dan ben je al een groot deel van je probleem kwijt. En we zien hier in laag veenmoeras is dat nog wel een uitdaging, want het waterniveau ligt al bijna op wegniveau. Oftewel, hoe breng je hier een buis onder de weg door dat otters veilig kunnen passeren? Nou, daar zijn de ingenieurs van de provincies allemaal heel creatief in geweest. Een stuk raster, een tunnel die hier eerst over de weg gaat en daarna onder de weg door. Daarnaast bruggen. Ik zei al, otters, als ze even kunnen, dan lopen ze langs het water. Dat geldt ook voor bruggen. Dus ze gaan niet graag vanaf het land onder water een brug door, maar ze willen de droog onderlangs kunnen lopen. Dus ook daar weer, zorg dat je brug een droog onderdoorpassage heeft die veilig is voor heel veel diersoorten, maar dan toch ook wel de otter. Een stukje glijdend raster is dan wel belangrijk, anders lopen ze misschien alsnog zo de weg op. Nou, dan hebben we natuurlijk heel veel kanalen aangelegd in ons land en ook een aantal stukken rivier zijn met wat wij noemen dan beschoeiing stijl afgezet. Dat is voor heel veel zoogdieren een probleem. Heel veel dassen, reeën, honden en katten die in dit soort kanalen terechtkomen, komen er niet meer uit en verdrinken. Otters zijn over het algemeen zo handig in het water dat die nog wel een meter uit het water kunnen springen en er wel uitkomen. Desondanks is onder de vlag van otterherstel allerlei FUPS, oftewel fauna uittredenplaatsen gemaakt. Dit is een hele mooie, dan kan hier aan de zijkanten gewoon op. Dit is dus ook gelijk een plek waar je de otterkeutels, de spreens vindt. Dus ook belangrijk weer voor je monitoring. En zo kunnen ze dus ook kanalen met een steile wand weer passeren. Nou, dit zijn de rasters die we langs drukke wegen hebben gezet. Je snapt het, hier is water.
Aan de andere kant is water, die otter wil van het ene water naar het andere. En dan moet hij zo'n drukke provinciale weg oversteken. Nou, een stukje raster kan voorkomen dat hij dat op plekken doet waar hij kwetsbaar is. De waterkwaliteit is sterk verbeterd. Ik zei het al, in de jaren 70 waren de rivieren open riolen van gifstoffen in het milieu. Dat is gelukkig vanuit de Europese Unie sterk verbeterd. De waterkwaliteit is sterk verbeterd en dat zien we dus ook terug aan allerlei andere visetende soorten, zoals aalscholvers, visdiefjes en natuurlijk recent de grote toename van de zeearendenpopulatie in Nederland. En dat allemaal doordat de waterkwaliteit beter is en dus ook de hoeveelheid vis in dat systeem sterk verbeterd. Nou, wij in Nederland hebben natuurlijk nog wel een probleem met muskusratten, die dus gaat in onze dijken graven, die bestrijden we, daar gebruiken we klemmen voor. En wat is er gedaan in het kader van de otter? Daar zijn afspraken gemaakt met de waterschappen, met de muskusratbestrijders, om veilige middelen te gebruiken waarin otters geen risico's lopen. Dus deze middelen worden in principe niet ingezet in gebieden waar otters hun jongen krijgen, et cetera. Iets vergelijkbaars is gebeurd met de beroepsvissers. Er staan nog overal in het land fuiken. En wat hebben we nu voorgesteld om er zo'n grit in die fuik te zetten? Dat er nog wel vis in kan, maar die otter niet meer. En daarmee voorkomen we dat heel veel otters nog verdrinken in fuiken. Dat doen we niet alleen voor die otter. Dat klinkt wel heel mooi, maar we doen het eigenlijk voor een heel ecosysteem. Maar goed, natuur is toch ook vooral een stukje politiek. En je ziet dat politici graag willen scoren met grote aaibare diersoorten. Dat is vooral die otter. Maar zo'n laag veenmoeras zoals deze, met daarin prachtige planten en allerlei rode lijst vegetatie zoals deze orchideeën. Of wat dacht je van een zeldzame groene glazenmaker libellen. Of nog zeldzamer, de grote vuurvlinder die alleen maar hier in de kop van Overijssel, Nationaal Park Weerenwieden voorkomt. Als die hier uitsterft, is die voor de wereld verloren. Heikikker, ringslang, snor, witgesterne blauwborst, purperreiger. Allemaal rode lijst soorten waar het heel slecht mee gaat. Die allemaal profiteren door de maatregelen die we nemen onder de vlag van de otter. En dit is de zwarte stern. Hij broedt hier op vlotjes. Waarom zul je denken? Nou, dat komt omdat de waterkwaliteit zo slecht was dat deze plant, de krabbescheer, gewoon verdwenen was in de moerassen omdat de waterkwaliteit slecht was. Nu is die er weer. Dus kunnen zwarte sterns ook weer op hun natuurlijke plant hun nestjes maken en daarmee dus jongen grootbrengen. Nou, dan hebben we nog heel veel zoogdieren ook in het laagveenmoeras, zoals reeën, hazen, maar ook boommarters, de kleine broer van de otter. En in de kop van Overijssel heeft hij ook de prachtige bijnaam de beemotter, oftewel de boomotter in plaats van de boommarter. En dat allemaal met vlaggenschip ambassadeur de otter. Dankzij deze soort hebben we weer het grootste aaneengesloten natuur laagveenmoeras kunnen realiseren in de kop van Overijssel. En ja, je snapt dat er geen geld komt voor zo'n simpel vlindertje. Maar doordat we heel veel middelen hebben geïnvesteerd in het behoud van die otter, is dus ook die vlinder en al die plantjes daarmee duurzaam behouden voor Nederland. Wil je meer weten over herintroducties, dan is er net een prachtig nieuw boek uit, waarop een heel mooi hoofdstuk van oud-collega Freek Nieuwold over de otter in staat. Maar dat gaf wat meer achtergrondinformatie bij herintroducties. De vraag die we altijd krijgen is, maar waarom doen we dan eigenlijk een herintroductie? En in dit geval specifiek voor de otter. Nou, ik vind het altijd mooi om dan te vertellen. Als je naar, met een satelliet naar Nederland kijkt, dan zie je dat er een paar grote Europese rivieren in die delta Nederland uitkomen. Nederland is bij uitstek een waterland. Zoveel oppervlakte aan rivieren, wateren, sloten, beken, etc. En daar hoort die otter dus gewoon bij. We zien hier een oude schoolplaats van Koekoek aan de rivier. En die otter is dus echt een symbool van de op en top Nederlandse natuur. Nou, met het ministerie, met provincies, met waterschappen, met terreinbeheerders, met allerlei organisaties. Last but not least, Stichting Otterstation Nederland, specifiek opgericht voor het weer terugbrengen van de otter in Nederland. Komen we tot de conclusie, die otter hoort er gewoon bij. Wij mensen waren verantwoordelijk voor het uitsterven van die otter. We hebben heel veel gedaan om het systeem voor die otter weer geschikt te maken. En dan is dus het actief terugbrengen van de soort daarmee een soort kroon op het herstel van al het werk. En ja, je kunt dit niet doen als dit vroeg of laat weer een kleine geïsoleerde populatie is, die vroeg of laat weer een risico loopt. Nee, het moet voorzienbaar zijn dat die otter vroeg of laat weer uit gaat wisselen met de Duitse buurpopulaties, of met België, Frankrijk, waar we straks nog meer over
gaan hebben. En dat is waarschijnlijk, dus is het verantwoord om de otter actief weer terug te halen. Dat hebben we gedaan op 6 juli 2002. Dat was de dag waarop staatssecretaris Geke Faber de eerste kooitjes opende met otters. Dit zijn ook de enige otters die min of meer de kooi zijn uitgejaagd waar de mensen bij stonden. Alle andere dieren zijn losgelaten door gewoon een deurtje open te doen. Een cameraval, toen was dat nog dat systeem. Kun je nagaan hoe ook dat in de afgelopen 20 jaar veranderd is. Maar met een infraroodcamera werd geregistreerd hoe die otters dan zelf op hun moment de kooi verlaten en het gebied gingen verkennen. We hebben dat soms ook wel met publiek gedaan. We zien hier klassen die uitgenodigd waren om vanuit natuureducatie en lokale betrokkenheid bij hun natuur, hun dieren, weer lotgenoten te laten zijn en daarmee dus ook een soort ambassadeur te laten worden voor de otter. We zien hier gedeputeerde Andriessen, toen nog van provincie Friesland. Nou, dan mag zo'n politica mag even een deurtje open doen. Die otter komt er pas uit als al het publiek al uren naar huis is. Maar het is wel een hele mooie manier om mensen te betrekken bij dit prachtige project. En daarmee dus ook draagkracht te realiseren. Vanuit Wageningen waren wij verantwoordelijk voor de monitoring en de wetenschappelijke begeleiding. De eerste otters zijn allemaal met een zender geïmplanteerd. Die zijn in quarantaine gegaan met Burgers Zoo, die dat belangeloos voor het project heeft gedaan. Waarvoor grote dank. En met een dierenarts hebben wij dus zenders geïmplanteerd, zodat we met een antenne actief konden horen waar de dieren zaten. Je moet je voorstellen, de otter was al heel lang weg en we hadden geen idee hoe het met de dieren zou gaan, of er nog knelpunten waren waar we op moesten bijsturen, et cetera. Nou, geleidelijk aan werden er steeds meer otters ook doodgereden. Hoe meer otters er zijn, hoe meer je dood op het asfalt vindt. Meer over, maar we doen dus ook sectie op die dode dieren om informatie te krijgen over, gaat het nog steeds goed met die dieren? En de ruggengraat voor de monitoring is toch wel DNA geweest, komt straks meer op. Dus dat was eigenlijk op hoofdlijnen de wijze waarop we de monitoring van de herringproductie otter hebben verricht. Hier ga ik even snel doorheen. Waar het om gaat is dat we 31 otters hebben uitgezet, waarvan zo'n 17 uit wildvang, die kwamen met name uit Letland en uit Rusland. Landen waar otters in vergelijkbare leefgebieden zitten als in Nederland, namelijk zoetwater, natuurgebieden die 's winters bevriezen, zodat de otters weten hoe daarmee om te gaan. We wilden geen mediterrane otters die wel droogte in de zomer kennen, maar nog nooit vorst hadden meegemaakt, et cetera. Dat zijn allemaal criteria hoe je genetisch en ecologisch de juiste soort weer terughaalt voor het project. Nou, daarnaast, we hebben al verteld, verkeer is een hele belangrijke doodsoorzaak. Dat betekent dat er ook heel veel jong verweesde otters in opvang komen. Ja, die zijn zeer geschikt om naar, als ze weer de juiste leeftijd hebben, terug te zetten. En daar hebben we ook heel veel van buurlanden van dat soort otters gekregen om ons project mee te supporten. Wij hebben dat gedaan tot en met 2008, 31 otters. Daarnaast zijn er door Stichting Otterstation Nederland en Ark Natuurontwikkeling nog otters bijgeplaatst. Onder andere in Friesland, maar toch ook wel in belangrijke mate in het Gelders riviergebied. De sectie die we doen aan dode dieren, die geeft ons informatie over leeftijd, geslacht, voorplantingsstatus, maaginhoud, conditie, etc. En dan zie je hier wat we uit bijvoorbeeld een maag halen. Dan zie je wat kikkerpootjes en je ziet wat visresten, zodat we een beeld krijgen wat zo'n otter eet. Dit is een baarmoeder van een otter. En dan zien we hier wat wij noemen een litteken. Hier heeft een embryo met de placenta in de baarmoeder gezeten. Dus zo'n baarmoeder vertelt ons nog iets over hoeveel jongen heeft zo'n otter gehad. En dat is dus ook waardevolle informatie over, zijn PCB's nog een probleem die de hormoonhuishouding en daarmee dus misschien de voorplanting van deze dieren wel verstoren. Nou, toen wij al in 2003 de eerste geboren ottertjes hadden, was dat eigenlijk ook wel weer een succes dat we wisten van ja, er zit nog steeds wel gif in het milieu, maar het lijkt erop dat de otters in zulke goede conditie zijn dat ze daar geen last van hebben voor hun vruchtbaarheid. De ruggengraat van de monitoring was dus DNA. In belangrijke mate zijn dat de keutels die we vinden, maar daarnaast toch ook wel weefsel van doodgereden dieren. Dat DNA dat komt bij ons op het laboratorium in Wageningen, daar halen we DNA uit. En met heel veel abacadabra vertellen we dan wat het DNA-profiel is. En dat is voor elk individueel dier verschillend. En sterker nog, we kunnen ook nog zien door ouderschapsanalyse, de helft komt van papa, de andere helft van mama. Dus we kunnen ook nog eens aan een DNA-profiel zien wie de moeder moet zijn geweest en wie de vader. Dus dat vertelt ons ook nog iets van, hé, die otter is hier doodgereden.
maar zijn moeder woont in de Wiedeweerribben, dan is dit dus de route die dat dier heeft afgelegd tijdens zijn leven. Allemaal hele belangrijke informatie. En dat geeft dus ons inzicht in de verspreiding. Maar voordat we daarover gaan, eerst weer naar Céline, België. Dankjewel. De historische verspreiding voor België. Het is een beetje een gelijkaardig verhaal als in Nederland. Hè. Dus vroeger kwamen otters in quasi alle waterlopen van ons land voor. En dan zien we ze gradueel eigenlijk steeds minder worden. Het interessante aan deze verschillende kaartjes is onder meer dat de eerste kaart eigenlijk opgesteld is op basis van gevangen of gedode individu's. En dat we dan later overgaan naar zichtwaarnemingen of sprains of voetafdrukken. En dan later weer, like vandaag, vooral op cameravalbeelden. Nu, dat komt omdat er dus eigenlijk het eerste kaartje in die periode van 1890 tot 80 jaar later eigenlijk staatspremies waren in België om otters te doden. En dus rond de jaren 1900 werden er ongeveer 300 otters per jaar gedood. Dat zijn cijfers dat we ons vandaag niet meer kunnen inbeelden. Maar desondanks die verschillende vangsten zien we dat in de jaren 40-50 eigenlijk toch nog de otter toch nog redelijk algemeen is. Maar dat eigenlijk vanaf de jaren 60 het gewoon massaal achteruit begint te gaan. En dat is iets dat we eigenlijk in heel veel... dat is een trend dat we vanaf 1960 eigenlijk voor alle soorten zien. Dat eigenlijk plots heel veel achteruit gaat van natuur. En dat heeft natuurlijk te maken met habitatvernieling en vervuiling. Dus dat heeft Hug daarnet eigenlijk al mooi uitgelegd. En die vervuiling, dat is inderdaad als je eigenlijk al een... honderden jaren lang vervolgd zijn geweest, dat daarna je habitat nog eens verdwijnt. Dus dat gaat dan over kanalisering, over drainage, over opkomst van industrie. Als je dan nog eens in contact geraakt met vervuilende stoffen die zich accumuleren in je lichaam, dan zie je dus eigenlijk een soort gewoon van de kaart verdwijnen. Ja, dan eigenlijk tussen vanaf 1980 ongeveer wordt er gezegd dat in Vlaanderen de otter op populatieniveau was uitgestorven. En daarna belanden we in een soort periode van believers en non-believers. Is die otter nu aanwezig of niet? Zijn er eigenlijk een aantal onzekere waarnemingen? En dan is er een hele periode, zowel voor in Vlaanderen als in Wallonië, waarin dat we het eigenlijk niet zo goed weten. Maar straks komen de kaarten voor anno 2021. En voilà, dat zal ons een tipje van de sluier voor de toekomst lichten. Ja, dus inderdaad, dit zijn de foto's van een beetje terug in de tijd, waarin dat dus ottervangsten eigenlijk als een succesvolle maatregel werden beschouwd. Dit plaatje van dode vis in rivieren is iets waar ik in mijn kindertijd mee opgegroeid ben, maar we gelukkig vandaag veel minder zien. En dit toont een beetje het fenomeen van bioaccumulatie, dus eigenlijk... die toxische stoffen die zich opstapelen in een toppredator die aan de top van de voedselpyramide staat. Ja, nu, maatregelen voor in België. Ik zal er twee kort toelichten. Dat is voor Vlaanderen het Sigma-plan. Het Sigma-plan is eigenlijk een fantastisch plan. Dat is iets dat de kwaliteit van de natuur in Vlaanderen naar een veel hoger niveau getild heeft. Het Sigma-plan is eigenlijk ontstaan als mitigatiemaatregel tegen overstromingen. Dus de Schelde is een getijde rivier, laat zich voelen vandaag nog tot in Gent. En om dat water op te vangen, werken we eigenlijk met overstromingsgebieden die vandaag hersteld zijn naar natuurgebieden. En dat is een plan dat nog steeds in opmaak is, maar er zijn al een paar grote succesverhalen. Bijvoorbeeld de polders van Kruibeke, dat is deze regio hier. Die zijn toch wel goed voor een 500-tal hectare. Trouwens ook fantastisch om eens te gaan wandelen of te gaan fietsen. En dit is een beetje het verhaal van Hug daarnet ook. Hè. Dus in dit geval een beetje omgekeerd. We hebben eigenlijk fantastische getijden natuur gerestaureerd in kader van habitat- en vogelrichtlijnsoorten, zoals de roerdomp of de postelijnhoen. Hier zie je dus het woudaapje.
En de otter heeft eigenlijk meegeliefd van deze restauratie. Nu, hier zien jullie een kleine een tekening van een otterholt. Dat is in een verhaal dat het Sigmaplan natuurlijk redelijk anekdotisch. Maar het is een kunstmatige otterrustplaats die je eigenlijk ook wel kan installeren op sommige plaatsen. Maar het allerbelangrijkste blijft natuurlijk het herstel van het habitat. En dan ook voor Wallonië. Een mooi project is het Life Loutre project. Die we dus in provincies van Luxemburg, maar ook in het land Luxemburg, die hebben heel wat gedaan om het habitat van de otter te verbeteren. Dus tussen 2005 en 2011 is dat gebeurd. Ze hebben heel veel gedaan, maar misschien om het kort te houden, want ik zie dat de tijd dringt. Iets wat ze op verschillende hectare hebben gedaan, is het verwijderen van naaldbomen. Naaldbomen werden massaal aangeplant als productiehout in de Ardennen. Maar die staan graag met hun voeten op het droge. Dus zijn er heel veel wetlands eigenlijk getraineerd geweest om deze naaldbomen te kunnen produceren. Dus het Life Loutre project heeft er eigenlijk op toegezien om een groot aantal van die naaldbomen weg te halen en zo terug wetlandherstel te doen. Ze hebben ook looptunnels en looprichels op knelpunten aangebracht, dus typisch de kruisingen tussen wegen en waterwegen. En dan hebben ze een aantal ook heel interessante, maar kleinere maatregelen gedaan. Het kan stom klinken, maar gewoon het feit van vee, koeien of paarden te verhinderen om tot in de rivier te gaan drinken, kan heel veel doen voor otter. Gewoon door het feit dat een dier eigenlijk nogal gemakkelijk de oevers kan gaan neertrappelen. En als dat langs ettelijke kilometers gebeurt, verliest je heel veel habitat. Dus iets wat zij ook gedaan hebben, is eigenlijk gewoon het afrasteren van vee en het voorzien van drinkplaatsen. Daarnaast hebben ze heel veel educatie en zo gedaan. En hebben ze gedurende die 6 jaar heel vaak op otter monitoring geweest, maar helaas zonder enig succes. Oké, dan komen we nu aan het derde hoofdstuk. Ik denk, Hug, dat het weer aan jou is. Dankjewel, Celine. Dan gaan we nu door met de verspreiding, hoe de populatie zich ontwikkeld heeft in Nederland. We hebben de wat triestere plaatjes al gezien, hoe de otter dus langzaam verdween uit Nederland. Dit zijn wat meer hoopvollere plaatjes. We zien in de eerste jaren na uitzet dat de otters toch wel vooral in het Nationaal Park Berenbe, Wieden en aangrenzende natuurgebieden verbleven. Nog weer een paar jaar later zie je dat al mooi ook Friesland in zich beweegt. Met daarnaast bij Doesburg opeens een vestiging en dieren die ook daar in het rivierengebied opdoken. Dus dat was al heel spectaculair. Nou, en dan tenslotte is dit de kaart zoals het er nu voor staat, cumulatief van een aantal jaren. Dus het ziet er wel heel rood uit. Maar wat heel erg opvalt is dus dat Flevoland, Groningen, Drenthe, ook Oost-Twente, het rivierengebied, waar dus ook actief wat bijplaatsingen zijn geweest. Maar misschien wel een van de meest spectaculaire, dat is de regio Nieuwkoopse Plassen, waar dus otters vanuit de uitzetbiotoop, hetzij via de randmeren, hetzij via het rivierengebied, dit gebied onder de rook van Amsterdam, 20 kilometer, al hebben gekoloniseerd. En dat is voor ons ecologen toch wel een hele grote verrassing geweest. Ja, en the sky is the limit. Je ziet hoeveel water, weg en wetlands er nog zijn in Nederland. Dus we hebben goede hoop dat het heel snel meer gaat. En ik zal zo laten zien hoeveel otters er inmiddels zijn in Nederland. Maar daarnaast is het ook belangrijk hoeveel oever kilometerhokken er in Nederland bezet zijn. En dan zien we dat er nog wel het nodige moet gebeuren om de otter echt levensvatbaar terug te hebben. Maar dat die qua aantallen al heel spectaculair op koers ligt. Dit is ons rapport wat je op onze dossierpagina wageningenur.nl/otters kunt vinden. Alle artikelen staan daar en ook rapporten. En dan zie je dat we in 2002 heel langzaam aan de populatie zien groeien. Het gaat steeds steiler. De exponentiële groeicurve heet dat. Eigenlijk twee curves. Eentje is de minimale en de andere is bijgesteld. Stel, in het jaar 2018 zien we een otter die we in 2017 niet hebben gezien, maar in 2016 wel. Dan corrigeren we in 2018 ervoor dat hij in 2017 dus wel degelijk ook aanwezig was. Moeilijk verhaal, lees het anders even terug. Maar dat betekent dat we dus snappen dat we met
keutels verzamelen, niet alle dieren ook daadwerkelijk in beeld hebben, maar een minimum. En we kunnen dan vaak achteraf nog corrigeren voor de gemiste fractie in de populatie. We schatten dat we inmiddels op 450 otters zitten in heel Nederland. En dat is dus echt wel een onwaarschijnlijk succes. Helemaal als je realiseert hoeveel daarvan per jaar worden doodgereden op de weg. Dan is het eigenlijk best een verrassing dat de populatie zo hard groeit. Je ziet dat in de jaren 2013-2019 het aantal otters oploopt van zo'n 26 tot 50 tot 70 tot vorig jaar 150. Het merendeel daarvan zijn verkeersslachtoffers. Af en toe wat dieren die in een muskusratval terechtkomen. Af en toe wat dieren die verdrinken in een fuik. Dat zal onderbelicht zijn omdat we het idee hebben dat fuikslachtoffers vaak niet worden gemeld. En we dat dus gewoon niet weten. En datzelfde geldt voor zieke dieren. Ja, die moet je door toeval vinden. Die liggen niet mooi zichtbaar voor ons mens strak langs de weg. Als we dan kijken hoe dat voor man en vrouw otter verschilt. Ja, dan hebben vrouwen een wat kleiner leefgebied en daarmee dus ook vaak wat minder drukke wegen die ze moeten oversteken. Mannetjes hebben een veel groter gebied en je ziet dan ook dat de sterfte van de mannen in het eerste jaar heel hoog is, al bijna 40%, in het tweede jaar nog eens 30% en in het derde jaar nog eens zo'n 15%. Kortom, in 3 jaar tijd ben je bijna al je jonge mannen al kwijt omdat ze gesneuveld zijn op de weg. Kijken we naar vrouwen, dan zien we dat de eerste 2 jaar ook nog wel veel sterfte opleveren, maar dat het daarna toch wel, en dat is vaak de fase dat ze een eigen territorium of home range hebben, en dan weten ze waar de risico's zijn en weten ze die te vermijden. Dus otters, je ziet hier, ze kunnen wel 10 tot 12 jaar oud worden, maar het zijn vooral de vrouwen die een mooi rustig leefgebied weten te bereiken, die ook zo oud worden. Mannetjes, gemiddeld 2,7 jaar als we ze doodvinden. Vrouwtjes gemiddeld 3,8 jaar oud. Dus dat vertelt iets over de levensverwachting van de otter. Zetten we dat af in de tabel op deze manier, dan zien we dat in blauw in Nationaal Park Weeren-Wieden het aantal verkeerssterftes stabiliseert op zo'n 10, 15 per jaar. Maar we zien dat de forse toename in doodgereden dieren vooral buiten het uitzetgebied is. En dat is dus eigenlijk die otter die langzaamaan de rest van Nederland koloniseert en daarbij dus ook risico loopt om doodgereden te worden. We kunnen ook nog zeggen van, hey, als je nu eens de populatieomvang afzet tegen de verkeersslachtoffers, dan zie je dat jaarlijks ongeveer een kwart wordt doodgereden en de laatste 2 jaren misschien wel iets meer, ongeveer 30% van de populatie. Wat het in ieder geval laat zien is, heel treurig dat er zoveel otters worden doodgereden, maar het is ook nog steeds een hele goede indicatie dat de populatie ook groeit. Hoe meer dode otters op de weg, hoe groter de populatie wordt. Cynisch, maar wel de realiteit. Dit is een wat lastiger plaatje. Eigenlijk is dit een soort stamboom met alle otters die we het eerste jaar hadden. En wat ik alleen maar wil laten zien is dat we hier een mannelijke otter hebben met heel veel gele lijntjes. Oftewel, deze man was verantwoordelijk voor heel veel bevruchtingen. Zijn zoon, Newborn 11, die heeft dat ook gedaan. Heel veel vrouwtjes bevrucht en dus is er niet een 1-op-1 monogame situatie geweest, maar hebben dus 2 mannen gehad die in de beginfase van de populatie heel actief waren in de bevruchting en daarmee andere mannetjes letterlijk het nakijken gaven. En dat heeft natuurlijk consequenties, want als alle jonge dieren van 1 of 2 otters afstammen, dan snap je dat de genetische variatie minder is. En dat zien we dus ook. De eerste paar jaren dat wij otters hebben uitgezet, is de genetische diversiteit redelijk hoog. Ik zal jullie besparen wat voor mate dit is, maar neem van mij aan, die is hoog. Hier stoppen wij actief met het uitzetten in de Wiede-Weerimmen, het Nationaal Park. En dan zie je dat geleidelijk aan de otterpopulatie in genetische variatie afneemt. En dat komt dus doordat er maar een paar dieren, vooral een paar dominante mannen, zo prominent bij de voortplanting betrokken waren. Allemaal in deze rapporten terug te lezen op onze dossierpagina. Ja, en als we dan weer teruggaan naar waarom is die otter uitgestorven en waarom bijvoorbeeld een soort als een vos niet, dan is dat dus gewoon weer een heel makkelijk optelsom. Die otter heeft het qua energie een stuk lastiger in het water dan een vos op het land. Een vos is al seksueel volwassen als die 1 jaar oud is. Hij kan 5 tot 8 jongen per jaar hebben. Dus je snapt, de marge daar is een stuk hoger dan bij een otter die pas vanaf 2, soms vanaf 3 jaar pas seksueel volwassen is.
En daarbij ook nog maar eens 2, soms 3, vaak ook maar 1 jong per worp heeft. Oftewel, de balans tussen voortplanting en sterfte is bij een otter veel nauwer kijken dan bij een vos. En dat komt omdat die otter een echte waterspecialist is, waar dus energie veel belangrijker is dan voor die vos. En dus is die kwetsbaar. Dit is voor mij de belangrijkste dia. Dit is waarop wij als ecologen, als biologen, vanaf het eerste minuut dat we de vraag kregen, gaan we actief de herintroductie starten? Is dit de vraag die je jezelf stelt? Kan het weer in Nederland? Hoe is het met de waterkwaliteit? Hoe is het met het vis? Hoe is het met de verkeerssituatie? Hoe is het met de fuiken? Is de sterkte voortplantingsbalans, verwachten we dat die goed genoeg is voor de otter? We hebben gezegd uiteindelijk in 1999, we voorzien dat het weer kan. Maar het is natuurlijk wel heel erg spannend gebleken. En ja, gelukkig zien we dat de aantallen toenemen. We zien dat alles weer goed gaat. Maar voor mij was echt de kroon op het werk de film van Hilco Jansma, die dus zo mooi in beeld bracht wat ik als bioloog vooral in getallen zie. Zoveel doodgereden, zoveel inteelt, zoveel uitbreidingen, kilometerhokken. En dan krijg je opeens een uur, anderhalf uur beelden hoe die otters met speelsgemak in Nederland het geweldig naar de zin hebben. En dat was voor mij als ecoloog toch wel een enorme, ja, positieve beleving. Ik geef het woord weer aan Celine. Dankjewel, Huug. Alle wegen leiden naar Rome, oftewel vandaag alle wegen leiden naar België. Ja, dit is een van mijn favoriete dia's. Nee, eigenlijk, we zien toch wel dat in dit geval, dus in het geval van de Europese otter, redelijk wat wegen naar België leiden. Als we kijken naar onze zuiderburen, de Fransmannen, dan zien we dat er toch een mooie populatie otters naar het noorden trekt. Hè. Dus dat kunnen we gemakkelijk vergelijken met vroegere beelden. Dat zijn trouwens 6 subpopulaties van een gezonde genetische toestand die naar het noorden trekken. Dus dat zal ook wel het verhaal van Huug sterkte geven. Dus als er op een dag uitwisseling kan zijn tussen otters uit Frankrijk en Nederland, dat zal een fantastisch moment zijn. En dan zien we iets gelijkaardig in Duitsland, hè. Dus otters van Oost-Duitsland die richting Westen uitbreiden. En daarnet heeft u het al uitgelegd dat er dus ook otters, uitgezette otters weliswaar, maar toch een mooie populatie otters van Nederland ten zuiden trekt. Dus ik geloof dat we als België zijnde een potentiële zeer belangrijke rol te spelen hebben. Het is voor ons nu tijd om hier ook het habitat goed in orde te maken, om die uitwisseling te kunnen gaan verzekeren. Het habitat in Wallonië is in algemeen wel in goede staat, maar onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Vlaanderen menen dat het habitat en de vis eigenlijk vandaag nog niet voldoende is om ook nog maar te kunnen spreken over herintroductie. Dus sowieso voor België, gezien we zien dat de otters eigenlijk via een natuurlijke instroom ons land komen, binnenkomen en dat eigenlijk het habitat volgens de IUCN-guidelines nog niet optimaal is, moeten wij ons nu absoluut focussen op het habitat en wordt er voor België zeker niet gesproken over herintroductie. Kan ik op? Ja. Oké. Okay. Dus de verspreiding vandaag in Vlaanderen ziet er eigenlijk toch wel goed uit, zeker als we vergelijken met kaarten van een aantal jaar geleden. Dus hier zie je de verspreiding van de 10 voorbije jaren. Dit gaat allemaal om zekere waarnemingen, dus als je de onzekere of de waarschijnlijke potentiële waarnemingen er ook bij zou plaatsen, dan zouden we een heel aantal meer hokjes zien. Maar dus vandaag zijn dit de zekere waarnemingen met hotspots op een aantal plaatsen. Dus vooral hier in Kruibeke zien we sinds 2014 op hele regelmatige basis otters / een otter. Daar is ook een vermoeden van voortplanting. En we zien dit gebied eigenlijk een beetje als een soort sourcegebied van waaruit dat de populatie zich verder verspreidt. En dat is vandaag ook echt aan het gebeuren. Dus we zien een tweede hotspot opduiken hier.
In de regio van de Durme en de Moervaart, nabij Lokeren, zijn er, dankzij cameravallen van Joris Everaert, ook zeer regelmatig otters te zien. En ook langs de antitankgracht in deze regio is Natuurpunt samen met het INBO onderzoek aan het doen en vinden ze op zeer regelmatig basis sprints. En nu is er het nieuws dat er dus ook ten zuiden van Oudenaarde, ten zuiden van Oudenaarde, hier ter hoogte van Oudenaarde, moest ik zeggen, nu ook zekere waarnemingen zijn en dat we dus zelf mogen spreken van bevestiging. Dus we hebben dan net gezien in de Mentimeter dat er heel wat mensen van Oost-Vlaanderen aanwezig zijn. Voor jullie zal dat zeker interessant zijn, dus het loont de moeite om te beginnen zoeken naar sprints ter hoogte van Oudenaarde en zelfs ook ten oosten van Gent. Die kruisjes zijn een beetje verplaatst, maar we hebben eigenlijk de voorbije 10 jaar in Vlaanderen nog maar, twee verkeersslachtoffers gehad. Eentje in Ranst en eentje in Kanthout. En een van die twee kwam uit Nederland. Dus als we een antwoord kunnen geven op de vraag van gaan otters uit Nederland op vakantie naar België, dan is het antwoord gewoon ja, vast en zeker. Hier, otters gaan op vakantie. Het is heel duidelijk dat otters uit Nederland tot in België komen. En daar zijn we zeer gelukkig om. Dus we hebben dat helaas kunnen bewijzen via een verkeersslachtoffer. Maar het is ook een wake-up call om nu massaal te gaan inzetten op ontsnippering. En dat is ook wel aan het gebeuren. Dus de komende 5 jaar wordt er een actieprogramma voor otter in Vlaanderen uitgerold. Dat het soortenbeschermingsprogramma voor otter. Het wordt een ambitieus programma waarin otter dus de belangrijkste knelpunten worden weggenomen. Dus dat is alvast super nieuws. Focus op status van habitat. Dit is de regio tussen Antwerpen, Mechelen en Gent. We hebben die studie uitgevoerd samen met het INBO en Universiteit van Antwerpen. In het begin, toen we eigenlijk al die otters zagen toekomen, wouden we een beetje beter weten hoe het eigenlijk ging met het habitat aan zich. Lichtjes uit angst van, zullen die otters hier blijven, was het eigenlijk hun overlevingskansen in het gebied. En het is toch wel een hoopvol gegeven eigenlijk. Dus er is redelijk wat prima en goed habitat in de regio. En het neutrale habitat, het lichtgegele, daar zijn nog redelijk wat potenties tot verbetering. Er is ook een onderzoek geweest over de toestand van de visstand. En een interessant resultaat daarvan was dat de visstand in een aantal sigma-gebieden, in de polders, toch wel zeer goed is. Dus dat we een aantal echt goede visplekken hebben met cijfers tot 90 à 100 kilogram vis per hectare, dus dat is perfect voor otter. Maar dat er toch wel nog op een heel aantal plaatsen eigenlijk een factor 10 aan vis te weinig is. Dus er is toch nog wel een beetje werk aan de winkel. En dan qua pollutie was er een zeer groot verschil eigenlijk tussen de Schelde zelf en de poldergebieden. Dus in de poldergebieden viel de pollutie al bij al nog wel redelijk goed mee. Terwijl in de Schelde zelf was die eigenlijk extreem hoog. Dus in paling die gemeten is in het stuk van de Zeeschelde hier, was er eigenlijk tot een factor 50 te veel aan PCB's. Dus we hopen dat de otters eerder zullen gaan fourageren in de poldergebieden dan in de Zeeschelde zelf. We moeten langzaam naar een afrond. Ja. Dat zal gebeuren. Heel kort. In Vlaanderen dus nood aan ecologische verbindingen. Deze twee cijfers, prentjes, spreken voor zich. Vlaanderen heeft natuur. En het zou fantastisch zijn moest al die natuur met elkaar kunnen verbonden worden. Want de natuur is gewoon heel versnipperd. Zowel omdat de stukjes natuur veel te klein zijn, als ons zeer, zeer dens wegennetwerk. En we hebben nu geleerd dat dat voor de otter heel belangrijk is, dus we zullen in actie moeten schieten om al deze wegen te gaan ontsnipperen of, als het even mag, misschien sommige ook weg te nemen.
In de antitankgracht is Natuurpunt dus actief om migratieknelpunten voor otter op te lossen. En hier in de Scheldevallei is er een project Otterland van WWF en het Agentschap voor Natuur en Bos en twee regionale landschappen, waarin we zoveel mogelijk werken met lokale overheden en stakeholders om te werken op het verbeteren van de ecologische connectiviteit tussen natuurreservaten. Oké, dan ook nog kort Wallonië. In Wallonië, zoals ik daarnet zei, is het habitat eigenlijk zeer goed, maar hebben we weinig otterwaarnemingen. Nu, dat kan ook gewoon zijn dat ligt aan een minder sterke monitoring. Maar dit zijn de gegevens. Dus 2013 tot 2018 zijn er op 3 plaatsen otter waargenomen. Sinds 2018 tot vandaag is er eigenlijk maar 1 waarneming. En dat is een foto van een van onze cameravallen die in de oostelijke Oertevallei is. Dus we hebben eigenlijk maar 1 foto van de otter van de voorbije 5 jaar. Oké, dan geloof ik dat we nu aan de conclusies komen. Ja, dankjewel. En dat zal ik even heel snel doorheen. Want alle informatie is gewoon in de rapporten terug te lezen voor de liefhebber die meer detail wenst. Ik heb even Friesland eruit genomen, omdat het gewoon een mooie kaart is. Die laat zien hoe wij onze knelpunten in kaart brengen. We nemen de locaties van alle doodgereden dieren. En samen met de overheid, in dit geval provincie Friesland, zijn we dus dan heel goed bezig om die knelpunten aan te pakken, zodat het voor de otter beter wordt. Dat is niet alleen iets voor provincies, maar ook voor steeds meer gemeentes, omdat het ook om lokale wegen gaat. Dus ook daar blijft er verbetering. Nou, dit hebben we eigenlijk al gezien. Het enige wat hier interessant is, is niet alleen de tunnel en het raster, maar kijk even bij Harry Bosma, een van onze belangrijkste vrijwilligers op ottergebied. Op zijn YouTube-kanaal kun je prachtige voorbeelden zien hoe otters dit soort tunnels fantastisch gebruiken. Beheer wordt vaak vergeten. Wij zijn in Nederland nogal een aangeharkt landje, dus als het even kan, dan gaat in één keer de maaibalk erover en is kilometers lang oeverrandbeheer gewoon weg. Er zijn gewoon gedragscodes voor. Laten we ervoor zorgen dat er dekking blijft, zodat otters niet noodgedwongen ver het land in hoeven te lopen, met alle risico's in het verkeer van dien. Nou, we hebben het al over de inteelt gehad. Céline heeft dit kaartje al laten zien. Wij willen natuurlijk dat de Duitse en de Mediterrane populatie hier die verbindingsslag kan maken. En de Duitse collega's hebben daar al allerlei prachtige plannen voor gemaakt. Nederland en België vormen daarin toch een belangrijk bruggenhoofd om die twee bij elkaar te brengen. Kwestie van tijd, maar alle inzet om dat goed te doen voor de otter is wenselijk. Dit lijkt heel erg ver van onze bedshow, maar we staan voor een aantal geweldige uitdagingen als het gaat om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. En ook daar hebben we vanuit Wageningen over nagedacht. Er ligt een dossier om hoe gaan we Nederland inrichten als we in de komende eeuw die 1,5 meter plus zeewaterspiegelstijging gaan krijgen. Hoe gaan we met al dat overtollig regenwater wat versneld afgevoerd wordt? En dan is er een kaart hoe Nederland er over een eeuw uit zou kunnen zien. En dan zie je dat er heel veel ruimte voor natuur en rivieren en oevers gaat ontstaan. Goed voor ons mens, vooral ook heel erg goed voor de otter. Kortom, kwestie van tijd dat de soort gaat profiteren. Conclusies voor Nederland. De otterpopulatie doet het gewoon fantastisch. Heel eerlijk, de soort heeft mij ongelooflijk verrast hoe snel er al voorplanting was en hoe hard die groeit, zeker in combinatie met de toch wel forse verkeerssterfte. Ongelooflijk opportunist en een soort die echt hoort bij Nederland. Ik ben er heel erg blij mee. Voor mij ook persoonlijk, ik denk dat de genetische monitoring, een van de technieken die we vanuit Wageningen Research hebben ontwikkeld voor deze soort, dat die ongelooflijk veel meerwaarde heeft gegeven voor het project. We weten niet alleen waar ze worden doodgereden, maar we weten eigenlijk ook precies waar elke otter zit en wie waar een zoon of dochter van is, et cetera. Dus dat heeft heel veel goede informatie gekregen. Verkeer blijft natuurlijk een aandachtspunt. Daar zitten we bovenop, samen met de belangenpartijen zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, et cetera. Dus zorgen dat als de otter ergens opduikt, dat we zorgen dat het daar veilig voor ze wordt. En die internationale uitwisseling, ook die is heel erg belangrijk voor de genetische vitaliteit van de Nederlandse otterpopulatie. Maar zoals ik denk ik duidelijk heb gemaakt met Céline, de otter, zo'n ongelofelijke dijk van een soort, die gaat gewoon komen. En dat betekent dat hij op een hele mooie eigen manier zijn genen gaat verspreiden. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Alles wat we als mens de soort daarbij ondersteunen is winst.
en gaat zorgen dat hij sneller zijn mooie functie kan gaan vervullen in ons landschap. Ik geef het woord weer over aan Céline. Ja, dankjewel. Want niet enkel de otters sijpelen door naar België, maar dus ook het enthousiasme. Ja, de otter doet het fantastisch in Nederland en de otter doet het zeker veel beter ook in België of alleszins in Vlaanderen. Er zijn steeds meer en meer waarnemingen. We moeten nu ook wel aandacht durven besteden aan ontsnippering, aan het verkeer, aan prooivis en ecologische connectiviteit. Maar ik geloof dat de gemoederen er vandaag wel klaar voor zijn. We voelen dat ook in het huidige politieke bewind. En ja, in Wallonië is het gewoon maar een kwestie van tijd. Het habitat is er goed. We geloven zeker dat er op korte tot middellange termijn meer en meer waarnemingen zullen zijn in Wallonië. Daar is een aandachtspuntje wel de instandhouding van de natuur die er vandaag nog is, maar op sommige plaatsen toch wel sterk achteruit aan het gaan is. Maar goed, dus België wordt, België en Noord-Frankrijk spelen vandaag een belangrijke rol in het verbinden van die populaties. Dus ze zitten vandaag in Bretagne en in het Centraal Massief en het is maar afwachten tot ze eigenlijk de Ardennen bereiken en van daaruit via de Maas terug naar Nederland kunnen komen. En ik denk dat een van mijn belangrijkste take-home messages, of jullie zijn al thuis natuurlijk, maar toch een take-home message, is dat nature conservation works. Het is echt wel dat als je energie en moeite steekt om aan natuurherstel te doen, dat het altijd beloond wordt. Dus dat vind ik eigenlijk een hele belangrijke conclusie van vandaag. En dan geloof ik dat er nog een aantal aankondigingen komen, Ellen. Inderdaad, ongelooflijk bedankt al allebei voor deze fantastische lezing die ons een overzicht geeft over wat er allemaal is gebeurd, hoe otters leven. En wat onze opdracht is om het nog beter te krijgen, om de populaties te verbinden. Ik zal zo eventjes doorgaan naar de chat en de antwoorden in de chat, die zal ik aan jullie gaan stellen. Maar daarvoor even aandacht besteden aan het volgende evenement in het kader van het Jaar van de Otter. En dat is Wereld Otterdag op 26 mei. En dan zal er weer een activiteit zijn, maar dan meer gericht op, zitten er nou otters ook bij mij in de buurt en hoe ga ik die vinden? Ja. En Céline, je hebt ook een aantal. Ja, inderdaad. Voor de jongsten onder ons, of voor mensen die met kinderen rond de 8 jaar zitten, is er een leuke, ludieke podcast met als titel Hebben otters last van gaatjes in hun keel? Jullie zullen de link ook wel te zien krijgen. Het is een zeer leuke en grappige podcast over otters. En we hebben voorlopig ook een ottertentoonstelling in Vlaanderen. Dus Olga de Otter reist door Vlaanderen. Ze staat vandaag in Antwerpen en reist dan langsheen de Schelde en de Maas Vlaanderen door. En dan zijn er nog een aantal webinars in april en september. Maar dan meer gericht op echt terreinbeheerders. En dat zal ook in samenwerking met Calutra zijn. Oké, een woord van dank nu. Ja, dan komen we. Ja, langs mijn kant zou ik natuurlijk graag alle partners van Otterland bedanken. Dus de administratie, het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook voor het heel mooie project Sigmaplan. Maar ook een organisatie als Natuurpunt heeft heel veel gedaan voor de otter in Vlaanderen. En dan onze prachtige onderzoekers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Een fervente cameratrapper Joris Everaert en de immer believer in otters, Koen van den Bergen, die dus eigenlijk altijd heeft ingestaan voor de centralisatie van gegevens. En daarnaast alle vrijwilligers en boswachters die samen met ons dag in dag uit de camera vallen checken. Dus ja, hartelijk dank iedereen. Ja, en behalve dat ik natuurlijk heel trots ben op ons team bij Wageningen Research die deze fantastische monitoring heeft mogen verzorgen. Ik denk dat het ook goed is dat we de overheden eventjes bedanken. De treinbeheerders, waterschappen, Stichting Otterstation, ook de IUCN Otter Specialist Group heeft heel veel advies gegeven. Calutra, namens de zoogdiervereniging dus, maar ook vooral alle vrijwilligers die duizenden keutels voor de monitoring verzameld hebben en nu nog steeds data invoeren in het netwerk Ecologische Monitoring. Ontzettend bedankt.
En voordat ik jullie ga bedanken, Hug en Celine, gaan we naar onze 200 deelnemers in het webinar. Wow. We hebben heel veel deelnemers. We hebben inmiddels ook de 100 abonnees op YouTube bereikt. Wat natuurlijk een mooie mijlpaal is. We hadden aan het begin een aantal waren bij een aantal mensen wat geluidsproblemen. Excuses daarvoor, die zijn in het grootste deel opgelost. En dan was er de chat, daar is heel veel gebruik van gemaakt. Wat heel leuk was, is dat er is door Calutra ook veel vragen geantwoord. Maar er is ook onderling heel veel geantwoord. Nou, dat geeft toch een beetje het gevoel van een otter community waarin iedereen zijn kennis inbrengt. En dat wordt echt geweldig gewaardeerd. Er is een aantal keer is de film van Hilco Jansma ter sprake gekomen. Voor de mensen die hem nog niet hebben gezien, zoek op Google even op NPO Otter, want daar kan je terugkijken. En ook dit webinar is terug te kijken. Nou, dan zou ik graag nog een paar vragen die in de chat zijn gesteld aan Celine en Hug voor willen leggen. En Hug, zou jij dan eerst je slide zou willen beëindigen? Dan zijn we beter in beeld. Wat betekent dat? Een vraag die werd gesteld, dat is of een otter een nest heeft of een hol, of dat de jongen meteen mobiel zijn. Aan wie kan ik die vraag stellen? Hug, weet jij daar wat over te vertellen? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van waar zo'n otter leeft. Want bijvoorbeeld in de Wiedeweerribben is maar heel weinig droge grond, omdat het waterniveau eigenlijk al op grondniveau staat. Wat je daar vaak wel ziet is dat als er een boom omwaait in zo'n moeras, dat daaronder nog iets kan. Maar otters liggen ook gewoon graag in het riet, waarbij ze een pluk riet plat duwen en daar een soort nest van draaien en daarop gaan liggen. Voor jonkies denk ik wel dat het belangrijk is dat ze wat drogere en echt een nest of zo met een gang die ergens naartoe gegraven is, gerealiseerd wordt. Ja, en een andere vraag over jonge otters. We kwamen meerdere vragen over jonge otters langs. Dat is of jonge otters ook andere voorkeur hebben voor voedsel. Of jonge otters bijvoorbeeld meer rivierkreeft eten, omdat het wat minder mobiel is. Of dat zij ook gewoon vis eten. Ik zou me eigenlijk aan Celine dan willen doen voor de eerlijkheid, maar ik vrees dat die dan weer terugkomt. Dat weten we eerlijk gezegd niet goed. Otters gaan tot een maand of twee krijgen ze gewoon moedermelk. Daarna gaan ze langzaam over op vast voedsel. En eten ze dus eigenlijk mee wat de pot schapt. Oftewel wat mama vangt. Want papa heeft geen enkele zorg bij de opvoeding van de jongen. En dan hebben we wel het idee dat sommige ottervrouwtjes wat meer op bepaalde vissoort zitten. Andere vrouwtjes weer meer op rivier kreeft. En het zou dus heel interessant zijn om eens te kijken of jongen dus, hè, wat we ook bij mensen zien, gewoon leren wat mama doet, dat ze dat in hun eigen cultuur ook gaan doen. En dus een beetje volgen wat mama prettig vindt. Dan gaan we door naar een andere vraag. En dat is, wat zijn de voornaamste natuurlijke vijanden van de otter, behalve de mens? Ja, de otter heeft heel weinig natuurlijke vijanden. Hè. Dus de otter is een toppredator, staat aan de top van de voedselpyramide. Ik heb zeer anekdotische verhalen gehoord over in Wit-Rusland wolven die zouden kunnen zich richten op otterjongen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een uitzondering en dat zal zeker in Nederland en Vlaanderen het geval niet zijn. Dus Hug, ik laat u gerust aanvullen, maar otter in onze contreien heeft quasi geen natuurlijke vijanden. Nee, vooral honden, grote honden zijn een probleem. Dus als je loslopende honden hebt in die gebieden, en zeker bij jonge otters, die willen nog wel eens een hap in de bij en dan gewoon de nek breken.
Maar verder eigenlijk niet. Af en toe wordt er gesproken over oehoe en zeearend die wel eens een jong zouden kunnen pakken, maar verwaarloosbaar klein risico. Er is een filmpje langsgekomen afgelopen jaar waarin je ziet dat een zeearend probeert een otter te pakken en dat niet lukt. In het IJsselmeer, meen ik. Ja, dan nog een vraag over de herintroductie. Er kwamen nogal wat vragen ook over genetica. Dus ik neem aan dat ik die ook weer aan Hugh ga stellen. Wat is de minimale grootte voor herintroductie voor een gezonde genetische situatie? Ja, die hebben wij toen berekend op zo'n 40 dieren om mee te starten en dan gewoon te monitoren hoe de genetische variatie is. En dat heeft in ons geval er dus toegeleid dat we zagen dat dus twee mannetjes heel dominant waren. En dat kun je van tevoren dus niet voorzien. En dat heeft ertoe geleid dat wij aanbevolen hebben om toch nog wel af en toe eens verse dieren bij te platen. Om wat vers bloed in de populatie te krijgen. Nu zien we gelukkig ook dat er steeds vaker Duitse dieren in Nederland opduiken. Het is een kwestie van tijd dat we dus ook otters gaan vinden die voor de helft Nederlands DNA hebben, voor de helft Duits DNA. Oftewel, wat dus echt jongens zijn van een Duits-Nederlandse kruising in Nederland. Ja. Dan is er nog een vraag. Oh ja, die vraag ook over die mannetjes. Er was een plaatje van zo'n dominante man, twee dominante mannetjes. Is er een verklaring waarom er sommige dominante mannen zijn? Dat zij zoveel succes hebben. Nou, de eerste was gewoon domme pech. We hadden toen nog maar een hele kleine populatie van nog geen 8 dieren. En daar werden twee dominante mannen relatief kort na elkaar doodgereden. En de derde man, die ging dus letterlijk met de dames aan de haal. Ja, dat zijn dus die toevalsaspecten die je krijgt in hele kleine populaties. Nu we zien dat de populatie zo groot is, ga je dat dus ook niet meer vaststellen. Dat is echt voorbehouden aan kleine herintroductiepopulaties of hele kleine geïsoleerde restpopulaties. Ja. En dan gaan we naar de laatste vraag. Als je een dode otter vindt, wat moet je dan doen? Ja, die kun je het beste melden bij of de meldpunt van de politie, dus de alarmcentrale. Maar beter is, zorg dat je de lokale terreinbeheerders, of in dit geval denk ik, Talutra van de zoogdiervereniging, zoek even op internet, stuur hun een bericht. Doe geen spannende dingen op snelwegen, want het is dan levensgevaarlijk om zelf een otter veilig te stellen. Maar regel dat met Rijkswaterstaat, het liefst via vrijwilligers van Talutra zoogdiervereniging. Ja, en redelijk gelijkaardig voor in België. Dus in het ideale geval de boswachter verwittigen. En we hebben ook zoiets als een marternetwerk. Dus als je een dode otter vindt, dan zoek je best eens ook op internet een marternetwerk. En daar vind je eigenlijk een telefoonnummer en meer informatie over wat je moet doen als je een dode otter vindt. Ja, en als het een vrouwtje is waarvan je ziet dat die op dat moment jongen heeft, omdat ze melk heeft, dan kunnen ook de jongen worden opgespoord, hè, zodat die kunnen worden gered. Nou, dat waren dan de vragen uit de chat. Er zijn heel veel vragen gesteld, die zijn ook meteen beantwoord. Als er nu nog vragen niet zijn beantwoord, dan gaan we die beantwoorden op jaarvandeotter.nl. Dus hou die website in de gaten. Nou, dan wil ik nu heel graag jullie, Hugh en Céline, heel hartelijk bedanken. Jullie krijgen van mij het Jaar van de Otter t-shirt, wat heel lastig te zien is door de achtergrond. Even kijken, lukt dat? Ja, die stuur ik naar jullie op de post. Het t-shirt is natuurlijk te koop op de website zoogdierwinkel.nl. En dan zou ik graag willen afsluiten dit webinar, dat nog eens terug te zien op YouTube, voor wie dat wil, voor mensen die er niet bij konden zijn. Dat ik zie dat we geweldige herintroductie hebben gehad van de otter. En dat dat een teken is dat je met maatregelen echt de rewilding terug kan krijgen en bij kan dragen aan het oplossen van de biodiversiteitscrisis. Ik hoop dat dat heel erg helpt ook om andere soorten terug te krijgen en om de otter uiteindelijk de populaties van die in Duitsland en Frankrijk zijn, om die aan elkaar te koppelen. Dus ik wil Hugh en Céline heel hartelijk bedanken voor jullie presentatie.
Heel graag gedaan. En ik wil de deelnemers heel hartelijk bedanken dat jullie daar anderhalf uur aanwezig zijn geweest. En we zien jullie terug op Wereldotterdag of op een andere plek. Heel hartelijk bedankt en tot ziens. Tot ziens.